Dames en heren, hierbij heet ik u van allemaal van harte welkom op deze middag en speciaal natuurlijk de heren jubilarissen en hun hames. Verder ook de familieleden van harte welkom bij dit gemeenschappelijk jubileum van 7x25 jaar Philips. Het comité heeft mij gevraagd om vanmiddag in het kader van een algemeen colloquium een inleiding te houden over het onderwerp leiding geven aan een grote researchorganisatie in deze moderne tijd. Dat is een verdomd moeilijk onderwerp, zeker voor mij, want de directie heeft mij nog niet zoveel kans gelaten om daarin te oefenen. Dus heb ik ook flink wat denkwerk moeten uitoefenen om tot een samenhangend beeld of tot een samenhangend geheel te komen. Zoals wij dat doen en zoals onze directeuren dat weten in onze contractresearch, heb ik allerlei eisen die een klant kan stellen aan de leverancier op een rijtje gezet. Nou, die leveranciers, dat zijn onze heren directeuren. En de diensten die zij leveren, dat zijn uiteraard de directiediensten. Ik noem jullie een paar voorbeelden. Wel, ten eerste, een directeur die moet kunnen koorddansen op een heel dun koordje dat leidt van enerzijds een idee tot anderzijds een geslaagd product. Bovendien moet een directielid alle mogelijkheden openhouden. Dat betekent in Philips-taal, hij moet alle ballen hoog kunnen houden. Met andere woorden, een goed directielid moet kunnen jongleren. Als hij zich dan op een keer in een van zijn groepen waant, dan weet hij zich omringd door verscheurende dieren. En die verscheurende dieren, die zijn alleen maar tembaar door het klappen van de zweep. En uiteraard, onze directeuren die kennen en kunnen het klappen van de zweep. En als er bovendien ook nog een keer hoog bezoek komt, zoals bijvoorbeeld de raad van het bestuur, wel, dan moeten die groepsleden ook nog allerlei kunstjes weten uit te oefenen. Kortom, een directeur op dit lab die zal zich voelen en gedragen als zijnde te midden van een groot variëteegezelschap. Wel, over die vaardigheden die wij verwachten van een directielid of van een directeur, daar wil ik het vanmiddag over hebben. Maar allereerst kwam bij mij de vraag op, hoe zou dat nu zitten? Zat dat directeur spelen? Zat er dat eigenlijk al in van jongs af aan? Wel, we hebben vandaag 7 directeuren hier op één rij en het loonde ons de moeite, of wij dachten het zal zeker de moeite lonen, om dat eens een keer uit te zoeken. Want u begrijpt, dames en heren, dat als er dat al in zat vanaf het jongs af aan, vanaf het kind zijn, dat dat veel makkelijker is voor onze loopbaanbegeleiding hier binnen het lab. Bovendien zou je dan bijvoorbeeld ook de universitaire studies helemaal kunnen laten overslaan. U begrijpt de beweegredenen waarom dat wij dat onderzoek gedaan hebben. Dat onderzoek heb ik niet zelf gedaan, zal ik ook niet zelf over rapporteren, maar we hebben de heer Rob Gossing gevraagd om daar rapport over uit te brengen. Rob, aan jou het woord. Wij hebben dat willen doen, dames en heren, door een korte aflevering van het programma Klasgenoten. En dat programma dat speelt zich af in klas HBS 2, het eind van de 50 jaar op het gemeentelijk lyceum in Eindhoven. Ik weet niet of u deze school kent, daar zag het destijds zo uit als op de dia. Aan het Wilhelminaplein in het centrum van Eindhoven, inmiddels is die verhuisd en weggediffundeerd naar een onduidelijke scholengemeenschap. Hebben beroemde leerlingen opgezeten. Frits Philips, Wisse Dekker, Frits Spits, Peter Koelewijn en ook Ad Huizer. En ik wil Ad Huizer vragen om even op zijn oude schoolbank plaats te nemen. Ad, kun je nog het een en ander van school herinneren en vooral hoe jij was tijdens je schooltijd? Nee. Helemaal geen markante gebeurtenis? Nee. Ook niet het vier lyceumlied? Nou, misschien dat ik beter een andere leerling kan kijken of het daar nog bekend is. Lisbeth, kun jij proberen? Nou, ik kan niet zo goed zingen, maar ik wil wel proberen. Als jij meehelpt. Waar zag men beter samen gaan dan op onze HBS? Op onze meisjes. En op het trip. Dat is te moeilijk voor mij.
Daarom juichend zingen, op onze vriendschap voor altijd. Hoera voor het stedelijk Lyceum en onze mooie studietijd. Hoera voor het stedelijk Lyceum en onze mooie studietijd. Ja, nou kan ik het. Ja. Nou, de tekst. Ja, museum. Ja, dat was altijd de ergernis van de toenmalige rector, dat weet je nog wel, hè, Zeebruin. Thijs, kun jij je nog iets van Ad herinneren? Zonder optreden? Rob, het is wel erg moeilijk. Ik herinner me alleen dat Ad een rustige, aardige jongen was, maar niks uitzonderlijks. Hij was bijvoorbeeld geen lid van het schoolbestuur. En ik geloof dat hij zelfs niet eens in de redactieraad van de Spuit heeft gezeten. Nee. Nou, er komt niet veel uit. Misschien moeten we het eens aan een leraar vragen. De heer Peter Nijssen is in de zaal. Vroeger leraar Engels. Die toen al bekend was om zijn... Toen al bekend was om zijn gentlemanachtige optreden. En dat nog steeds vertoont. Hij heeft zelfs het klasboekje meegenomen, maar ik heb begrepen dat dat geheim is. Meneer Nijssen, is Ad veel veranderd sinds die tijd? Nee, ik zou hem op straat zo herkend hebben. Alleen zat hij toen nog niet zo goed in het pak, maar verder nee hoor. Precies hetzelfde gebleven, ja, zou ik zeggen. Wat Thijs net zei, hè, dat hij geen bijzondere leiderskwaliteiten vertoonde enzovoort, heeft u dat ook zo meegemaakt? Nou, die leiderskwaliteiten die heb ik nooit echt kunnen ontwaren, maar dat lag misschien aan mij. Het was een prettige leerling, intelligent, zelfverzekerd. Als ik hem iets vroeg, meende ik wel eens een milde spot in zijn blik te ontwaren. Zo van, dacht u nou echt dat ik dat niet wist? En hij had wel gelijk, want hij wist het dan ook. De cijfers die liegen er niet om. Ik mag uit deze cijferlijst uiteraard niet citeren. Dat is ons beroepsgeheim. Maar ik kan zelfs zonder de leesbril op te zetten, kan ik hier toch zien dat in 3D, dit is het boekje van 1960-61, in 3D was Ad ook voor mijn vak, Engels, mijn beste leerling, met schitterende cijfers, en dat is natuurlijk erg prettig. En als je nou vraagt leiderskwaliteiten, als ik zeg ik kon ze niet ontwaren, dan is dat misschien onjuist, want het prettige, de milde spot, let goed op het accent, de zelfverzekerdheid, de intelligentie, ik denk dat leiders en managers goed van pas zal komen. Goed, hartelijk dank meneer Nijssen. Nou, ik denk dat dit korte onderzoek heeft uitgewezen dat Ad het al wel in zich had, maar dat de eigenschappen die zo net genoemd werden, dat die zich nog hebben moeten ontwikkelen. Uiteraard. Ik wil jullie allemaal, Ad in het bijzonder, en Peter Nijssen hartelijk danken voor de komst hier. Heel graag gedaan. Dankjewel, Rob. Het zat er dus in, het moest er alleen nog uitkomen. Maar het was dus een kwestie van dat op voorhand al te zien. En zoals dit onderzoek uitwijst, helaas is dat op een teleurstelling uitgelopen. Het was dus onmogelijk reeds vroeger te zien of iemand directeur werd, ja of nee. Nu, uitgaande van dit resultaat hebben we het maar niet verder voor de andere zes uitgezocht. En kunnen we eigenlijk zeggen dat de conclusie van dit hele kleine, korte betoog het volgende is, dat leidinggeven op dit lab ontzettend veel te maken heeft met variété. Nou mensen, en dat willen we weten ook vandaag. Vandaar dat ik mijzelf benoem tot opperspreekstalmeester van dit variété-theater. Maria, jij wordt mijn assistente. Peter Ham, waar zit jij? Jij zal ons laten zien hoe dat we de ballen hoog moeten houden. En maestro music!
strakke. Zo geacht publiek, nu zien jullie hoe dat wij hier de ballen hoog houden. Nu, ik vind wel dat niet dat Maria en ik zelf als een clown rond moeten lopen. Ik vind dat deze heren op de eerste rij ook wel even een duit in de zak mogen doen. Dus vandaar dat ik zou willen vragen aan alle 7 heren, zou u zo vriendelijk willen zijn om naar boven te komen en ieder kiest de pet die het beste bij hem past. Terug het podium vrij te maken. Ik vind het ontzettend vriendelijk van jou, Marino, om als eerste die zotskap te nemen. Beste mensen, geacht publiek. Zoals jullie allemaal weten, bouwen we allemaal tezamen aan de toekomst van deze firma. Iedereen achter in de zaal doet daar aan mee. De ene al een beetje meer dan de andere, maar iedereen probeert zijn steentje bij te dragen. Nu, de toekomst bouwen aan de hand van die stenen, dat is op zich nog niet zo moeilijk. Stenen, dat is concreet materiaal, kan je met je handen vastnemen, kan je mee bouwen, toekomst mee bouwen. Maar het wordt vele malen moeilijker als men die toekomst moet bouwen op basis van getalletjes. En dat moeten die heren hiervoor op die eerste rij doen. Die moeten zorgen dat er toekomst is voor dit bedrijf op basis van de getalletjes. Nu, een eind vooruitkijken, dat is allemaal niet zo moeilijk. In die zin dat als we een mooie grote kristallen bol hebben en we over een periode van een jaar heen kunnen kijken. Nou, een jaar, dat is een zee van tijd. En als dat niet zo was, als dat niet zo makkelijk was, dan had Frits Philips nooit zijn muziekcentrum gehad. En dan had Remy Bourguignon ook nooit zijn atrie gehad. Dus al bij al een jaar vooruitkijken, Teun, dat is absoluut niet zo moeilijk. Zeker niet als je die mooie kristallenbol hebt. Maar een kwartaal vooruitkijken, mijn heren. Een kwartaal vooruitkijken, dat is pas moeilijk. En dat noemen ze rolling forecast. Zie je deze heren al op rolschaatsen met behulp van een kristallenbol om voorspellingen te maken van 3 maanden vooruit? Ontzettend moeilijk. En wat zal dan de volgende stap zijn? Wel, de volgende stap van een jaar
Na een kwartaal, dat wordt een week. En weet je hoe dat ze dat noemen? Week management. Ik durf daar niet aan te denken. Nu, enerzijds moet je proberen die toekomst te voorspellen. Althans, dat moeten deze heren doen op de eerste rij aan de behulp van de getalletjes. Moeten proberen te voorspellen hoe de koek eruit ziet. Maar dat is niet alles hoor. Je moet niet alleen voorspellen hoe de koek eruit ziet, je moet hem ook nog verdelen. En voordat die verdeeld kan worden, moet die binnengehaald worden. Nou, dat binnenhalen, dat gebeurt meestal op een zeer onduidelijke wijze. Nou, laat die koek maar eens komen. De koekhans. Ja. Nou, we missen Peter Ham natuurlijk, want die is veel makkelijker of veel bedrevener met zijn handjes. Ja. En die had die koek natuurlijk al lang binnengebracht. Ja. Nu, als we die koek straks eindelijk binnen zullen hebben, dan gaan we die verdelen. En wie kan op ons lab beter een koek verdelen dan Frans van Tullenaar? Dus Frans, als we dadelijk de koek hebben, dan gaan we die proberen te verdelen met z'n beiden. Hij is er. Maria, wacht, ik zal jou heel even helpen. Dan gaan we met één koek. Ja, die zetten we even hier neer. En dan zou ik jou willen vragen om heel even mee tot bij Frans te komen, want die gaat de koek verdelen. Mensen zullen denken, oh, koek verdelen, dat is allemaal niet zo moeilijk, maar, wacht even Maria, maar, er zijn natuurlijk erg veel randvoorwaarden die de directie wel kent en die u in het publiek allemaal niet kent. Nu, een van die randvoorwaarden bij de koekverdelen van vandaag is het volgende. We gaan hem verdelen uiteraard in 7 gelijke delen. Maar de randvoorwaarde is, Frans, 4 sneden. En toch moet de koek verdeeld worden in 7 gelijke delen. Ja? 1 mes, 4 sneden. Daar gaan we. Dat voor Maria. Ja. Oh, daar gaan we niet aan. Dat gaan we niet. Afwachten, hè? Afwachten. Frans verdeelt de koek voor de mensen die het niet kunnen zien. Op een totaal, totaal onlogische manier. Dat is 4 snijden. Ja, 4 snijden, ja. Oké, ga maar verder. De tweede snede is er ook doorheen. En we hebben op dit moment 3 punten, ja. Zorg ervoor, Frans, dat ze ook gelijk zijn. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, we hebben vijf stukken koek. En we hebben 3. Mag ik een keer snijden? Snijden, ja. Het is gelukt, het is niet eerlijk. Klopt Maria, het is gelukt, maar het is niet eerlijk, zegt ze. Het is gelukt inderdaad. We hebben, dankjewel Frans. Mag jij zelf het laatst zoeken? Ja, wacht even. We hebben inderdaad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stukken, maar dit stuk is vele malen groter. Ik hoop niet dat dat een stuk is van Adhuizen. Nou Frans, normaal zou je zeggen, laat dat aan Marie van ECS even doen. Maar ik zal je dat even voordoen, hoe dat je dat wel kan. 7 gelijke stukken, 4 sneden. Maria, daar hebben we wel de tweede koek voor nodig, want... Nou, daar gaan we. Dat is ontzettend makkelijk. Maar we zijn niet allemaal gelijk, hè? Ja, dan wel. Ja, wel vandaag wel. Want jullie zitten allemaal 25 jaar bij Philips. Ja, vandaag zijn we allemaal gelijk. Althans, jullie met z'n zeven. Kijk, dat is 1. Maria, hou hem goed vast. Ja, dan wel. Dat is ontzettend makkelijk, mensen. Gewoon midden door. Eerst is het... Dat is 1. De tweede. Je gaat er haaks op. Hou goed vast. Als ik over de grond doen. Dat is 2. Dus gewoon een kruis erop. Nummer 3 gaat in deze richting. Goed kijken, Frans. Dat is nummer 3, nou hebben we 6 stukken. En de laatste maal, nummer 4, gaat er zo overheen. Haak ze er nog eens op. Gezien Frans? Ik heb 3. Ja. Ja, hoeveel stukken hebben we dan? 8. 8, nou weet je wat? 7 voor de directie en 1 voor mij. Ja.
Dank u wel. Frans, bedankt voor dit eenvoudig boerig vermaak. Maar zo gaat dat nou eenmaal hier op het lab, mensen. De een die schuift de ander wat toe. Ik krijg een beetje van hem, hij krijgt een beetje van mij. Af en toe doen we ook eens een uitvinding, want per slot van rekening moet de raad van bestuur, die moet ook tevreden gesteld worden. En van die hele boze buitenwereld, daar trekken wij ons geen bal van aan. Nou, de manier waarop dat hier gaat op ons mooie natlab, zal nu bezongen worden door ons koor. Schitterend, hè? Schitterend, hè? Dat kost ook wat, hoor. Maar dat mag vandaag wel, want de tv is er. Geacht publiek, het is hier een waar paradijs. Moet ik dat nog vertellen? Dat weten u allen, maar dat weten de directie uiteraard ook. En de directie die doet ook alles om dit paradijs in stand te houden. Denk er maar eens aan dat ze de bomen omzagen, of althans de bomen laten omzagen. En ik weet niet of jullie weten waarvoor dat is. Maar de reden waarom die bomen omgezaagd moeten worden, is dat ze geen slangen dulden in die bomen. En waarom dulden ze geen slangen in die bomen? Omdat die slangen wel eens de verleiding teweeg brengen om in een zure appel te bijten. En een zure appel bijten, dat moet op directieniveau vermeden worden. Nu, om directeur te zijn in dit paradijs, zijn ontzettend veel vaardigheden vereist. Dat weet u niet allemaal en dat ziet u ook niet allemaal. Wat u wel ziet bijvoorbeeld,
is dat de heren soms gaan roeien op de vijver. Roeien met de riemen die ze hebben. Of 's winters gaan ze schaatsen om te leren om geen scheve schaats te rijden. Aan de petankebaan achteraan de boerderij worden Bijbelse teksten ingeoefend. Nu, aan onze directie, die is ook niet voor één gat te vangen. Want dit paradijs heeft twee poorten. Brede visie is niet nodig op directieniveau. Want een brede visie kan je kopen in de personeelswinkel. En staat dus ter beschikking voor iedereen. Maar besluiten nemen, mensen. Besluiten nemen, dat is een moeilijk vak. En om besluiten te kunnen nemen, moet je kunnen luisteren. Moet je kunnen luisteren naar de mensen op de vloer. En moet je kunnen luisteren naar je eigen geweten. Want het is onvoldoende om te zeggen, ik weet het niet meer, maar ik heb het geweten. Om goede besluiten te nemen, moet je kunnen wikken en wegen. Maar dat wegen, dat is helemaal niet zo moeilijk. Dat wegen, dat gaat tegenwoordig digitaal. En als een batterijtje leeg is, nou dan ga je naar WB4, naar de administratie, daar hebben ze nog een balans hoor. Maar dat wikken, wie weet dat nog hoe dat gaat. Nou, ik heb het al gezegd. Dat door zure appels heen bijten, dat dat allemaal niet zo makkelijk is. En dat we dat vermijden door onze bomen maar om te kappen. Maar dan moeten hier ook harde noten gekraakt worden op dit lab, op directieniveau. Wij moeten de juiste, of althans de heren moeten de juiste toon weten te zetten. Om de boodschap over te brengen aan al die dames en heren op de vloer. En bovendien moet de boodschap naar buiten een deftige concerntaal. Ik neem aan dat u al lang begrepen hebt. Dat u allemaal achter in de zaal niet geschikt zijt voor het niveau van directeur.